Wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik zit hier vandaag in de auto samen met mijn zusje Colin. En wij gaan weer een mukbang video opnemen. Oftewel, wij hebben net bij de McDonald's van alles gehaald. En een burger. Je eet dat gewoon meteen aan. Maar dat maakt niet uit. U pakt alles heel mooi uit. Frietjes. En ik heb hier een glutenvrije burger heb ik gepakt. Een glutenvrije cheeseburger. Gewoon om te proberen hoe het smaakt. Ik heb een smoothie met ananas en mango. Ja. Jij hebt een cola. Nee, dat is een iced tea. Sorry. Alles genoemd. Een frietje heb jij? Een frietje en een big tasty. Oh. Big single tasty. Oh joh, die valt er bijna uit joh. Want die doos is nat. En een single big tasty. Ik ben wel benieuwd of die smaakt voor jou. Ja, jij zal geen oordeel geven. Dus we gaan lekker beginnen met eten. Oh, we hebben ook nog kipnuggets. Heb je niet genoeg? Oh ja, ook nog kipnuggets. 9 stuks. Met zoet-zure saus. Waar laat ik dit? En mayonaise. Dat vind ik het vervelende aan een auto. Weet je wat het makkelijkste is? Waar je, daar, je kunt beter die zak van de McDonald's opmaken en daarin doen ofzo. Toch of niet? Waar je dat erop gaat leggen? Ja, dat je het erop legt. En ik heb ook nog via Instagram een vragenpolletje gedaan. En daar heb ik wel wat vragen op gekregen. Dus die gaan we ook nog beantwoorden. Maar ga eerst even eten. Ja, want mijn friet is eigenlijk al bijna koud. Hoppa. Ah, nou, moesten we nou een test dat er even veel in de friet zat? Want dat gaat daar niet meer. Nee. Zal ik dat doen? Je weet wel, zo moeilijk in een auto, hè? Ik snap dat niet. Ja, ja, er is nergens een bankje hier. Ik wil even gaan testen of er in zo'n klein frietje net zoveel zit als in een medium friet. Ik denk dat er wel meer is hier. Dat valt wel mee. Ja, het komt, ik vind op zich net zoveel. Het komt overeen. Het zal een paar stengeltjes friet alleen al heb ik jou... Ja, dan geef je die bak maar aan mij. Kom maar. Zak. Dat is een bak. Oh, bak, zak. Ja, maakt ook uit. Dus in principe heb ik nou een friet. Ik snap ook niet waarom je dit wil met mij zo. We staan ook letterlijk in, midden in het bos. Ja, misschien had je gewoon niet moeten zeggen. Weet je wat ik wel kan doen? Echt gewoon zetten? Nou, dat is te vallen. Oh ja, is deze. Kunnen ze er niet meer in? Kan oh nee! Ze kunnen me bij mijn keel. Ze kunnen me bij mijn keel grijpen, maar verder kunnen ze er niet in. Oh, nou zit te bedenken. Waarom heb ik eigenlijk geen frietsaus? Oh nee? Nou, dat heb je wel. Nee, dit is mayonaise. Of heb ik het verkeerd opgemaakt? Nee. Ik heb mayonaise, ja. Oh. Meestal pak ik frietsaus. Ik heb nog een glutenvrije burger. Ik heb net één hap gehad. Kon je zien. De burger, of het broodje is glutenvrij. Maar het smaakt best lekker. Normaal. Moment. We wachten. Ze hebben ook niet heel veel keus. Nee. Normaal pak ik altijd, of ja, altijd. Het meeste geval. Pak ik normaal de vegetarische burger en die is altijd wel lekker. Nou, ik dacht ik ga eens een keer proberen om de glutenvrije burger te pakken. Ja, dat is vooral lekker kort. Ja, kort maar krachtig. Ik zal, als wij de vragen gaan beantwoorden die mensen in hebben gestuurd, ik zal... geen namen noemen, dus de schoen blijft anoniem. En heb je nog een vraag of iets wat je wil weten over ons of over ons samen, dan mag je altijd natuurlijk stellen hieronder in de reacties. En dan is het eventueel voor de volgende mukbang video Q&A iets. De eerste vraag is, wat doen jullie het meest samen? Wat doen we het meest samen? Wij doen best veel samen op zich. Toch? Ja, dat varieert heel erg.
De ene keer moet ze me hebben voor een foto te maken. Ja, dat is laatst net heel erg, hè. Foto's maken, of we gaan winkelen. Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. De laatste weken zijn we echt 3 weken achter elkaar zijn we aan de Action geweest. Slaat ook echt nergens op. Maar verder, ja, winkelen. Nee, ook lekker. Foto's maken. Of voor een video, zoals nu. Ja, ook maar zo. Het is wel raar voor mensen, want nou lijkt elke keer dat we, als we iets hebben, dat jij mij nodig hebt. Heb jij mij een keer nodig? Zo klinkt het toch? Ja, eigenlijk wel zo. Heb jij mij ook nodig dan? Ik hoor het niet. Jawel, ik heb jou wel nodig gehad met video's van het werk uit. Mm. Dat ik jou nodig had. Maar dat zijn niet echt dingen ondernemen. Wel, we zijn een keer vanuit mij naar de dierentuin. Ja, de dierentuin geweest. Weet je nog? Dat ik een vrij kaartje had. Echt? Weet je dat niet? Dat kan niet meer mee. Naar Burger Soe, wat was het toen nou? Oh, daar heb ik nog een vlog over gemaakt. Ja. Dat staat ook op YouTube. Toen had ik jou nodig. Oh, wij doen de meeste random dingen samen, dus. Hoe is jullie band? Hebben jullie vaak ruzie? Onze band is best goed, denk ik. Dan is het geen ruzie, maar dan is het meer een opmerking naar elkaar toe. Ah, ruzie hebben we eigenlijk nooit meer. Vroeger. Toen we jonger waren. Die fase zijn we voorbij, denk ik. Maar wel dat we echt opmerkingen naar elkaar toe kunnen gooien. Mm-hmm. Ik krijg ook vaak de vraag hoe oud wij zijn. Maar eigenlijk beantwoorden die elke Q&A eigenlijk wel. Dan kun je... Maar ja, we zijn natuurlijk ook een jaar ouder geworden. Wanneer hebben we dat voor het laatst beantwoord? In die sushi mukbang. Hebben we dat ook beantwoord? Was dat dit jaar nog of vorig jaar? Nee, dat is nog wel dit jaar geweest. Dat is niet al een jaar geleden. Weet je zeker? Ja. Toen lag er sneeuw. Dat weet ik nog wel. Ja, maar dit jaar ook gesneeuwd. Of was dat de vorige? Nee. Was dat dit jaar? Sneeuw? Ja, dat weet ik zelf niet meer, maar. Ik kom niet meer. Zo vaak sneeuwt het dus hier in Nederland, dat je het gewoon niet meer weet. Wie houdt er het meest van bloemen? Waarschijnlijk komt dat omdat ik een foto heb geplaatst met een bloem erbij. Ja, ik hou inderdaad wel meer van bloemen dan jij. Ja. Ik had ook nog een andere vraag. Dat was wel via Insta. Insta DM. De vraag was, wonen jullie op jezelf? Nee. Ik wel. Nou, ik heb zin in. Wat is het heet? Er komt de auto aan. Oh mijn god, ja. Zo spannend. Dat is een bol. Wat? Geblindeerde ramen. Are you kidding me? Wat gaat hij doen? Even serieus? Nou, even in de gaten houden. Ja, ja, doe maar stoer. Ja. Doe maar stoer. Ga die keihard weg. Maar echt. Ik doe net de box niet uit. Dikke slips hoor. Nou, die jongen wil even indruk maken. Ja. Als een jongen zoveel indruk wil maken, met wegslippen met een auto, hoef je niet met een auto te doen. Nee, moet het dan bij jou. Niet met een auto. Man, hebben we nog gewoon iemand met iets met auto's. Ja. Ik moet heel erg zeggen, ik krijg het ook warm. Ja, dit is niet aan mij. Hebben jullie nog een broer of zus? Broer. Ja, we hebben een broertje. Zo leuk om te horen. Broertje. Nou, weet je wat het is? Qua lengte is het een broer, maar... Qua leeftijd is het een broertje. Hoe komt iemand er weer aan? Waar? Daar, met een kwad. Oh, dat meen je niet. Jullie gaan dat geluid horen. Boom. Ja, het is niet zo erg als hier alles afgaat. Nou, ik zou het wel erg vinden als je het alles vies maakt hier. Ja, dan moet je niet in het bos gaan staan. Kijk, dan maakt hij alweer, probeert hij alweer indruk te maken. Het is een man.
Hoi. Hoi. Tuurlijk, waarom? Wat doen we allemaal? Hup, weer slippen. Ja. We hebben hier wel echt een mannen van Stijn, hè? Zo? Zit eigenlijk nog niet zo slecht. Nou, we waren afgeleid door de jongen, maar je was nog een vraag aan het zoeken. Ik was inderdaad afgeleid door de jongen, ja. Dat heb ik toch niet gauw. Weet jullie dat ook weer? De eerstvolgende vakantie gaat naar... Nederland. Tot nu toe wel. Ja. Ja, dat is wel mooi, wij gaan dit jaar met z'n tweeën vakantie. Ja, ik vind dit echt niet fijn aan de McDonald's hoor, zo'n rietje. Ja, dat is ook ineens veranderd. Hoe verzinnen ze het? Ja, ik was zelfs de kipnuggets aan het tellen. Ik ga beginnen met de kipnuggets. Wie is er van jullie twee ouder? Is dat niet te zien? Nou, wou ik zeggen. We gaan niet beantwoorden. Ik ben benieuwd wat ze zeggen in de reacties. Wie denken jullie wie er van ons twee ouder is? Ja. Als dat niet te zien is, echt. Ik ben helemaal lek. Ben wel benieuwd. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe goed de volgers mee kennen. Want dit is ook al meerdere malen beantwoord. Hebben jullie bijnamen? Ja. Ja. Ik weet niet of ik die op internet wil vertellen. Nee. Zo erg zijn ze niet. Je moet gewoon één bijnaam zeggen, of niet? Hoeveel bijnaam heb jij dan? Nee, je zegt, ik wil er wel één noemen. Iedereen noemt mij Juut. Ja, ik kan ook niet meer verzinnen bij jou. Nee. Vaak ben ik ineens aan het werken, hoor je over Juut. Doe maar niet. Mm-hmm. Als dat zo is, dan wil ik meteen weer allemaal mijn video's kijken. Kijk daar Rietje nou. Is dat niet meer normaal? Nee, dat is ook krijg je dan. Het hartstikke te dicht. Heel, hij lekt. Help. Lekt hij? Ja. Nee, is gewoon nat, denk ik. Zou je er overheen kunnen krijgen? Jawel. Jawel, kijk, voel goed. Het is goed. Hey, ja, wat goed. Krijg je niks meer uit. Oh nee, dat wel niet. Kunnen hier nog meerdere mannen langskomen? Nou, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om naar deze mukbang video te kijken. Zo ja, doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Volg mij ook zeker op Instagram. Ik heet Judith Verberne. Ja, jou kun je niet volgen, want jouw Instagram account staat op slot. Dus helaas. Ja, ik zie die mensen, maar welke kant komen ze op? Wat een hek. Dat zijn gewoon mensen, weet. Dat is geen hek, dat zijn mensen. Oké, we werden even afgeleid door de mensen. Hoe kan weer even random mensen langslopen? Random, vind je dat random? Het is gewoon mijn kapot. Het is een looppad hier. Kom maar random mensen. Jullie zijn helemaal door, want ze zien mensen lopen. Nou. Ik schrok me kapot. Er lopen hier op deze avond een 17 miljoen rond. Maar ik schrok me eigenlijk kapot. Ik was heel mooi met mijn outro bezig. En ik denk, en ineens zie ik er in mijn achteruitreiskijkspiegel. Ja, ik zag ze daar ook al ergens. Ik weet niet, daar ergens. Zag ik ineens een beetje shirt. Ik denk, hoe? Maar goed, ik hoop dat jullie leuk vonden om naar deze video te kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!